Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we reportages leden van het programma Van Gewest. Dat gewest dat van de nationale omroepen altijd te uitstuurt waar. De Friese redacteur, dat wie Johan van der Zee, en bij hem zit aan de keukentafel om eens te praten over wat het al hier badde. En we litten er fragmenten uit zien. En wij beginnen nu naar het pontje in wat zijn. Ja. Uit de eerste jaren. Ja, dat is uit de 69. Het is net zo'n lange reportage, maar dat is burgemeester Van der Hout. Die komt in een koetske aan die iepent... Maar dit werd dan gewoon een... Dit werd een commercial. Ja, commercial. Ja. Maar in die tijd werd het misschien... Ik was Egon Brenninkmeijer. Dat was een man die de recreatie op touw zette op een beurt in Heeg. Edse Wiersma had het van Egon letter oernaam. En die had het een volwoeksende restaurant maken. De recreatieve voorzieningen in wat zijn omhoog. Dus in die zin is het wel weer aardig. Maar soms doe je net meer. Nee, dat doe je net meer. Nee. In die tijd hadden we nog wel... Want Egon en mij... hadden we zelfs een reportage over Gaastra's zeilmakerij maken. Nou, dat was eigenlijk helemaal een commercial. Zijn we net naar Sjen, dat we naar het pontje in wat zijn, een paar minuten. Dit huis staat nu gereed zijn gasten te ontvangen. Het is geen loze kreet, men ziet het ponkje hangen. De hospita staat klaar als gastvrouw te fungeren. Te bieden goede waar, dat is haar hoogst begeren. Wat let mij dan, Goelien? Ik zie daar geen bezwaren. Dit fraai en gastvrij huis voor geopend te verklaren. Zo is door burgemeester Van Hout van de gemeente Wijnbristerdeel in Friesland het Ponkje geopend. Het Ponkje is een café-eethuisje in Woudsend. Ruim 2 jaar geleden was het Ponkje nog een doopsgezinde kerk. Meneer Brenninkmeijer, u bent de eigenaar. Heeft dat geen weerstanden opgewekt? Inderdaad ben ik er dus wel eens bang voor geweest dat de mensen daar dus, dat het de mensen niet zo zou liggen. Maar niets is minder waar. De bevolking en ook de toeristen en watersporters zijn reuze enthousiast. Woudsend is een watersportcentrum in opkomst. Ik zou me kunnen voorstellen dat u hier een veel groter gebouw zou neerzetten om meer toeristen te trekken. Waarom heeft u dat niet gedaan? Omdat het volgens mijn mening dat absoluut niet past in de sfeer van deze Friese Zuidwesthoek. De toerist die hier komt, dus de watersporter, de zeiler, die wil trekken en zwerven. En die wil s'avonds of overdag in kleine gezellige cafeetjes zijn. Dat vermaak in grote, moderne, opgezette recreatiecentra, dat kan hij thuis bijna ook wel vinden. Ze zoeken dus zuiver, rust, gezelligheid en hele gewone dingen. En de Zuidwesthoek is een van de laatste gebieden in Nederland die dat nog kan bieden. En waar gelukkig nog weinig verknoeid is. Johan van der Zee en Egon Brenninkmeijer over het dorp Woudsend en over de recreatie daar. Maar we gaan nog een andere reportage over een 65 uit Oordwarpen, Nijlaan en Jesterijn. Wat hier in die mijl kort krijgen? Niet. Oh. Maar ze besteden allebei, ik weet niet meer hoe lang, maar ze besteden... Duizenden jaren. Honderden jaren. En wat ik graag hoor is, zien hoe het dorpsfeest gevierd wordt en ook de verschillen tussen de beiden en die winter. Ja. In Nederland werd heel goed zien naar de historie. Ja. Dat kwam echt door meester die daar Den Hoeve, Ten Hoeve. En die
Volgens mij halen die er zelfs olie van. Ja, ja, ja. Bij. Ja, ja, ja. En in Jesterij weer het oors. Ja, ja, ja. Ik weet nog dat ik mijn verwondering zo naar de wijze waarop ze bierflesjes. Gewoon met de Tosken waren de doppen van de flesjes al. Ja, die mensen gingen dan sterke bitter. Die gingen dan sterke bitter. Ja. Ja. Nee, maar de tijd van de nota wonen en de nota werken, zeg ik maar, zeggen, in het streekplan Friesland. Dus dat krijg je, want daar gongst wel op die situatie. Ja, ja. Ja. He, zo, hoe die dwarpen in elkaar zitten. Ja. Het is onvermijdelijk soms bij van gewest het gewest, maar als we beginnen, dan beginnen we dus met een toneelstukje. Wat net, wat hij is mal is krept en vrotten en alles om en nog. Ja, Ben, drie keer ben ze nou al uit aanzet om het tjerken te bouwen. En drie keer is de boel vernield. Wat moet een meisje je van denken? August is het van het volk om u zinnen. Dat is ik tijd. Ze komen hier in de nacht en breken de boel af wat is mal je daar is opbouwen. August van het volk? Ik had als eind het werk van de duivel. Oh man, houd op. De griezen giet nu de grauwe. Wij hebben het goede plak net voor u tjerken. Het goede plak net? Nee, het goede plak net. Wij moeten bouwen op een oorsteen. Dat is makkelijk zo. Een oorsteen, maar dat dit nou een goede steen is. Hoe vinden wij dan wel een goede steen? Ja, zeg dat wel. Hoe vinden wij het goede steen? Molly. God zelfs kan u dat steen wijzen. Ja, God zelfs. Denk aan de Bijbel. Denk aan de tijd van Samuel. Jimme, weet nog wel dat de ark uit de tabernakel doe trof Tadwan van de zwanen van Eli bij de Filistijn kwam. Nou, jimme weet ik nog wel dat er doe pleeg naar pleeg hoe dat volk kwam. En op het laatst wienen je zo bang van de ark, dat je zet hem op een wijn. Op een wijn maak je een paar oksen ervoor. Toen stuurde God de wijn, mooi de ark, naar zijn volk voorom. Let u nou maar en ik een span oksen nemen. Dat letten wij jou rennen. Vaak wil God bij u de beesten ik sturen. Wij zeggen. Wet zijn manier steen en daar bouwen wij uw kerken. Het is een mooi verhaal, maar is het waar? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het is een legende natuurlijk en hij komt uit een bron die niet al te betrouwbaar is, maar er zitten toch zeker wel historische gegevens in die wel betrouwbaar zijn. Zo'n kerk is een erg belangrijk gebouw in de gemeenschap. Is dat nog zo? Dat is nog steeds zo. Het gebouw staat midden in het dorp, maar de kerk staat echt als instituut ook nog steeds midden in het dorp. Zijn hier geen meer kerken, geloof ik? Nee, dat heeft er wel op geleken dat er nog een tweede kerk bij zou komen. Maar juist in de tijd van de doleantie heeft professor Hoedemaker in Eland gestaan. En u weet dat wel, Hoedemaker is nog altijd een belangrijke figuur in de hervormde kerk. Juist in die tijd dat hij hier stond, heeft hij ervoor gezorgd dat de kerkelijke gemeente een geheel gebleven is en niet uit elkaar gegaan is. Dat hier één kerk gebleven is die letterlijk en figuurlijk midden in het dorp is blijven staan. Het is een gebouw voor de gemeenschap. Ja, beslist. De kerk midden in het dorp. Dat vroeger in oppervlakte kleiner was dan nu, maar toch meer inwoners telde. De arbeiders van de voorname boeren uit het dorp woonden met hun grote gezinnen, vaak 7 of 8 kinderen, in kleine huisjes. In kamers vaak. En waar toen 3 gezinnen woonden, woont er nu nog 1. Later is daar de nieuwbouwwijk bijgekomen. Daar vestigden zich mensen die genoeg hadden van een flat in de stad. Nijland was een prachtig alternatief, op 5 kilometer van Sneek en 3 van Bolsward. MUZIEK
nieuwbouw is overal gelijk, want dit is in Oosterend. Dat dorp heeft ook zo'n 800 inwoners. De nieuwbouwwijk is wat kleiner en het oude centrum wat groter dan in Nederland. Dat die nieuwbouwwijk kleiner is, komt waarschijnlijk door de grotere afstand tot plaatsen waar werk te vinden is. Dat je in een ander dorp bent, valt pas goed op als je de toren en de kerk gezien hebt. Ze geven een dorp een eigen gezicht. Ze zijn de trots ook van een dorpsgemeenschap. In ieder dorp, hoe klein ook, is dan ook altijd wel iemand te vinden die een intensieve studie van de geschiedenis van de kerk gemaakt heeft. Als men in het kerkje zelfs komt, dan valt je dadelijk op dat er een hele mooie beschildering is aan één kant bij een, ja, ik zeg maar een soort balkon. Maar, ja, ik begreep wat je op doelde. Dat is dus wat wij dan hier eerst aannemen, toch zaal. Het is dus ook het plak dat de mensen en vooral de jongeren aan zit. Vroeger was er een man die daar speciaal oppaste. Maar oorspronkelijk is deze dokzaal in deze kerk zet naar alle gedachten. Maar de bedoeling dat dus mensen koren op Sjongekoe, dat zijn bijdrage leveren aan de Rooms-Katholieke eredienst. Toren en kerken maakt zich vaak het gezicht van een plak uit. Hij zei altijd centraal staan in de hele ontwikkeling van Jesterijn. Ja, dat kun je dus wel zeggen. Want het hele dorp is dus ik groepjaren al hier om de kerken heen. En daar komt bij dat de huizen van het grootste pad destijds ik eigen weer aan het kerken. Dat is nog zo net meer, de laatste ben praktisch nog voort. Maar het heeft dus zo geweest dat nou ja, praktisch alle huizen van de kerken winnen. Mag het deze kerken nog altijd de identiteit van Jesterijn? De identiteit, dat wil ik nog net zonder meer zeggen, in vergelijking met vroeger, doet dus elk samen net in het dorp komen goede wijnen. Dan moest je dus eerst een ding van goed gedrag tonen kennen, voordat je in het dorp kwam te wijnen en dat deelde van Jesterijn benamen, dat men dan hervormd wijzen moest. Maar die situatie die is dus al lang voorbij. Je moet de identiteit van het dorp Jesterijn meer zien. In het decor, in de meerskip van huizen en pleertsen, in het Friese geer dus. En dan komt die toer er met een bijzonder karakter dus uit. Het gezicht van een dorp in het Friese weidegebied werd ook vaak meebepaald door de fabriekspijp van de zuivelfabriek. Die pijpen zijn vaak opgeblazen, want door concentratie hebben de fabrieken in de meeste plaatsen hun oorspronkelijke functie verloren. Ze zijn vaak opslagplaats geworden. In Oosterend is er opnieuw werk in te vinden. Er worden wel woningen gebouwd. De treien hier verliezen, toen ben er een stuk wat bij gaan. En dat is wel heel belangrijk geweest. En een uitkomst van Jesterijn zelfs. Maar die zijn al vol. En om de jongeren te houden, zeiden we, nou, woningen. Maar werk hebben we net. Werk hebben we net. Toch is er in Snits en Balzen. En Bommels onder andere, en in Jesterijn zelf dus ik, en nou ja, wel wat industrie. En de mensen hebben dan werk in Snits, of altijd. Is dat net een viervoort? Nou, dat is net een viervoort, want het is beide een kilometer of halve en dat is best het land af. Een dorp van zo'n 800 mensen kun je nog geen ontvolkt dorp noemen. Er zijn nog net genoeg mensen om bijvoorbeeld nog een paar winkels in stand te houden. Dat is het even, dan gaat dat ze maar goed binnen. Alsjeblieft. Weet je het nog wel? Zwakker en Daalder, 1,84, een hoenenbreer, 1,38 of zo. Zo kan ook een alie bedelden. Nee, dat is kattenbreer. Een kattenbreer. Mijn hoenenbreer, hè? Ja. Oh, ja, daar is het. Daar is het dan. Ik ben hier gewoon. Nou, dat is een hele goede dag. Nu zal het 40 dingen op een keer. Ja, dat is gewoon wel. Ja, het is 6,30. Nou, Josje, kom morgen toch wel mijn boete. Nee, ik ben jouw toch eerst. Ik kom gewoon wel eens werden. Dat hindert niks. Nee. Je maar mijn gerust had voort. Mooi. Ja? Ja, dat ook werden. Want, ja, 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 ja. Nou, dan heb ik wel oring. En dan ben je erbij in de weer. Ja, maar dan heb ik wel oring. Ja? Noem het net raar. Dit hier in je staan net. Ja, enkel tussen keer maar was.
Nou, dan heb je het erachter, hoor. Ja, wat doe je? Maar ze doet er nooit een deur achter, want dat kan je zin. Nou, dat doe ik nooit, hoor. Oh, misschien niet. Dat is maar. Zeg, maar ja, zo'n winkel als Joha, hè, dat zie je net een soort meer. Nee, maar je moet denken, die wordt er ook al je tussenuit geknipt. Wat ik net beleefde maar de belasting. Ik heb mijn hele leven dubbel belasting betalen. En wat ik daar een goed dier net mij beleven heb, toen wie ik zo vier dat ik koers zelf net eens meer. Nou, brei, en mijn ietenkoek haast net meer betellen. Maar ken het wel? Ik bedoel, er wennen hier net een soort mensen, Johan nou, Lietse winkel. Je en... denken, ik heb de tering naar de nering zetten, weet je wel. Maar het was machtig zwier. Het was op laatst zo verschrikkelijke zwier, zeg je vertellen. Dat ik zei, ook nog lippie, als ik nog net lippie, dat is mij wel goed. En toen hie ik het zo machtig en moeilijk. En waar moest ik heen? Ik ben naar ingegangen. Ik heb knibbelen. En toen heb ik mijn heer en heiland vregen. Wel, jou die last van mij af, want ik ken het meer. Nederland viert feest. 700 jaar bestaan is ook niet niks. Vaste prik bij ieder dorpsfeest is de optocht. Muziekhuis voorop, verklede mensen en versierde wagens daarachter. Opvallend is de hang naar de verleden tijd. Oude ambachten bijvoorbeeld zijn in. En vooral het verkleed zijn verandert de mensen. Het hoeft voor mij niet warmer te worden. Oh, het is wel ontzettend leuk. Dat heeft u gelijk aan. Maar dit houden we wel vol. Ja. We spelen allemaal mee. Maar ook door hun aanwezigheid speelt iedereen mee. 776 inwoners, wat zei je? Nee, ongeveer. Dus we kunnen niemand missen. Is niet zo... heel Nederland mee aan het feest? Ja, behalve zieken en zo. En je hebt natuurlijk altijd een afval. Maar ik dacht wel, praktisch 99,9. Ik weet althans niet, die niet meedoen. Ja, die doen we mee hoor. Ja, dacht ik wel. Nederland hè, is aan de ene kant een oud dorp, aan de andere kant zit er een, nieuwe vleugel bij. Moet dat nou verder groeien of zegt u nou het is nu wel genoeg? Wie zegt dat? Ja, wie neemt het over? Uw burgervader. Dat is ons wel genoeg. Maar wij hebben niet te beslissen of er ook nog meer komt. U ziet er schitterend uit. Dat is vanwege het feest, neem ik aan. Dank u, ja. Wat is het voor kostuum? Nou, dit stelt eigenlijk voor omstreeks 1900 en dan een stadsjoffer. Zeg maar een stadsjoffer uit Franeker. En dit is nog ouder wat u aan heeft? Dit is bepaald ouder. Dit veronderstelt een middeleeuws edelman. Ik wou toch naar deze tijd toe, naar 1975. Zijn er hier genoeg mensen of vindt u dat er nog meer mensen nou, moeten komen? Nou, hier zouden er nog wel meer bij kunnen, hoewel ik dat de eerste paar jaar nou niet zo urgent acht. Laten we eerst met elkaar maar eens een beetje acclimatiseren en dan kunnen we wel eens een keer zien of wij qua hele samenleving nog weer wat import erbij kunnen hebben om een vrijwel gelijke samenleving met elkaar op te bouwen. Maar kunt u mensen keren? Nee, maar als er geen woningen zijn, dan komen ze niet, hè? Ooit als we waren, als we zeiden van nou, 4 of 6 woningen per jaar, dan ben wij dik tevreden. Hoe kreeg je dat nou als dorpsbelang biermaatje? Want je hebt geen politieke macht. Nee, niks. Maar wij kunnen dus iedere keer vragen voor een woningstichting van nou, we willen graag 4 of 6 woningen. Maar ja, dan is meestal 0 op de request, want nou ja, we hebben niks. En als we dus zeggen, nou, we hebben een lijst met 12 of 20 namen erop, dan staan die huizen door 2 of 3 eerder en dan ben je meestal nou weer voor. En dat is jammer. Ondanks de afstand van zo'n 8 kilometer tussen beide dorpen, is het verschil in wijze van feestvieren hemelsbreed. Nederland. Vrolijk maar waardig. Oosterend uitbundiger. Wat schreeuwerig. En toch is Oosterend ook al bijna 700 jaar. Ik hou van het dorp, daar ben ik ontzettend blij mee. En ik ben hier in mijn soort willen. Ik ben van het Snitswijkam hier in de Estrand. En nou ja, iedereen activiteit, dan gebeurt er ook niks. Dan staat het al. Dan ben je weer op de eerste wat je trek zijn.
dan is een dorp. Nou ja, die. Ik ben Jesterijen van de Bertouw. En je wennen hier? Ik wen hier en ik werk hier in het. Ik werk in Driels. En ik ga hier 10 jaar bij geweest. Dan ben ik hier weggekomen. Ik ga in Tappen in 12 wennen. Ik ga Bob in Friesland wennen. Dan ben ik hier weggekomen, want dit plak lijn. Die meerskip die hier lijn, dit dorp, die lust me weer waarom dan mijn eigen plak. En dan was ik hier wel van mijn werk misschien wel in Driels hadden wennen. En, maar ik zeg op dat moment, je leeft hier. Je hebt je zo'n hechte meerskip. En dat heb je voor in zijn zin, maar dat loopt me zo griezelig naar dit dorp. Oosterend en Nederland. Twee dorpen die vooral tijdens hun feesten, elk op de eigen manier, lieten blijken dat ze leven. Leven ondanks het feit dat ze door de planologen al opgegeven zijn. Maar die planologen zullen het nog moeilijk krijgen. Ons af hier deze reportage uit 1964, wie dat van Jesterijen en Nijlon. Krijgst u dan reacties uit die dwarpenletter als die uitstuurt binnen? Eigenlijk net. Nee, hè? Nee. Nee. Ja. Nee, als het mis weer, dan... Dan jij niet wat. Dan jij niet wat. Ja. Maar als het goed weer, dan nee. Nou, dit weer goed. Dat weer kennelijk goed. Zullen we na een week naar mij meer wat goed weer in de reportages van Gewest dat Gewest. Als we er weer binnen met het programma Gewest Friesland.